Bronsweg werd even zonder water. Tentoonstelling in de Vlindertuin. En hoe goed is jouw muziekkennis? Goedenavond, welkom bij het 10 minuten Jeugdjournaal. We beginnen met een update over de situatie binnen het onderwijs. Want er was deze week een heleboel gedoe. Stakende studenten, repetitie die niet doorgaan, een minister die zijn ontslag indient. De toestanden binnen het Surinaamse onderwijs hebben ons de afgelopen week allemaal flink bezig gehouden. Nog niet alle problemen zijn nu opgelost, maar vicepresident Adin heeft de leerkrachten opgeroepen om gewoon weer aan het werk te gaan. Omdat dit belangrijk is voor het onderwijs en natuurlijk voor jou als leerling. Dat de SO's en repetities deze week niet allemaal door konden, vindt niet iedereen erg, maar het is wel een beetje lastig. We verliezen niks aan, we hebben juist de vakantie om ons meer in te zetten en meer zekerheid te hebben. Van, we kunnen het, we gaan beter scoren. Misschien als je vandaag, als je wat nog niet snapte, dat je in de vakantie nog de gelegenheid kreeg om naar les te gaan of uitleg te krijgen of wat dan ook. Dus je hebt eigenlijk in feite extra tijd. Ze waren waarschijnlijk een beetje opgelucht, omdat ze dachten, misschien moet ik vandaag rap maken. En welke rap gaat door en welke niet. Dat was waarschijnlijk voor ze onduidelijk. Gelukkig is nu wel bekendgemaakt wanneer de SO's en repetities alsnog gemaakt kunnen worden. Zodat de leerlingen genoeg tijd hebben om zich hier goed op voor te bereiden. Het is namelijk zo dat deze SO-periode en rapweek al opgedeeld was. Bijna altijd. Al opgedeeld was een deel voor kerst. Voor de kerstvakantie en een deel na de kerstvakantie. En we hadden al een deel daar, alleen wordt dat deel van na de vakantie iets langer. Nu is er dus extra tijd om te leren. Als dat geen goede cijfers worden. Er was een grote vreugde in Brokkeponde toen de huizen daar enige tijd geleden werden aangesloten op het waterleidingsnetwerk. Maar gisteren zijn de inwoners van Bronsweg onaangenaam verrast. Stel je eens voor. Na jaren wachten krijg je eindelijk thuis water uit de kraan. Daar ben je natuurlijk heel erg blij. Maar helaas vond iemand het nodig om deze pret te bederven door een deel van de waterleiding op Bronsweg te Brokkeponde stuk te maken. Sinds we zijn begonnen op Bronsweg en Klaasriek wel, hebben we verschillende problemen gehad. Maar merendeels op Bronsweg die vernietigingen en op Klaasriek één keer tot dusver die bron. Die in de soep is geraakt. Met een scherp voorwerp heeft iemand vernielingen aangebracht, waardoor er bij de bewoners van Bronsweg geen water meer uit de kraan kwam. Dorpsbewoners zelf vermoeden dat de schade is aangericht door een groepje jongeren dat in deze buurt al langer problemen veroorzaakt, maar haar bewijs hebben zij hier niet voor. Wie het ook was, het is natuurlijk een hele kwalijke zaak om andermans eigendom zomaar te slopen en het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt. We zijn voornemens het terrein van Bronsweg van Klaaskerk om te schutten. We hebben die installatie van Bronsweg enigszins aangepast en we zijn nog bezig om een betere installatie te bouwen. Maar natuurlijk kost het heel veel geld, dus alle onverlaten die steeds maar kapot maken, jagen de SWM en de overheid in de kosten. En het grootste probleem is dat wanneer het systeem kapot is, er allerlei bacteriën in het water kunnen komen en mensen ziek en dood kunnen gaan. Vanuit de politie weet ik dat die mensen kunnen worden vervolgd en ook worden vervolgd en ze worden echt opgesloten. Gelukkig hebben de mensen van de Surinaamse waterleidingmaatschappij keihard gewerkt en het probleem opgelost, zodat de inwoners van Bronsweg de kraan gewoon weer open kunnen draaien. Alle Amerikaanse hits van 2017 in één video en een kerstboom in de lucht. Deze berichten vandaag in ons korte nieuwsblok. Heb jij al zin in de kerst? Een piloot uit Duitsland kan blijkbaar niet wachten tot het zover is. Tijdens een testvlucht maakte hij namelijk een speciale tekening in de lucht van een kerstboom. Vliegtuigen worden tijdens hun vlucht gevolgd door een radarsysteem. Meestal gaat het vliegtuig in een rechte lijn van de ene naar de andere plaats, waardoor we alleen maar strepen zien op de radarbeelden. Om een ander figuur te kunnen maken, moeten de piloten dus een speciale route vliegen. Piloten zijn wel vaker creatief in de lucht, maar deze Duitse vliegenier brengt ons met zijn vliegkunsten met één in de juiste stemming. Op YouTube is een speciale video gepost met daarin een mix van de grootste muziekhits van 2017.
This is how we do it down in Puerto Rico. In de 4 minuten durende video zijn 25 liedjes door elkaar gehusteld in een zogeheten mashup. Als je goed luistert herken je de monsterhit Despacito. Ed Sheeran komt uiteraard ook voorbij en hoor jij ook welk liedje van Bruno Mars in de hitmix is verwerkt. De muziekmix wordt ieder jaar gemaakt door DJ Earthworm, die hier altijd een dikke YouTube hit mee scoort. Wil jij je muziekkennis testen en kijken welke hits jij nog meer kent? Check dan zijn YouTube kanaal. Vlinders, wat zijn ze mooi, hè? In de vlindertuin kun je de komende tijd dubbel genieten van deze prachtige dieren. Want in het Neotropical Butterfly Park, zoals de vlindertuin in Lelydorp officieel heet, zijn nu niet alleen levende vlinders te zien. Er zijn ook prachtige tekeningen van vlinders te bewonderen. Kunstenares en insectendeskundige Maria Sibylla Merian hield ook van vlinders. Zoveel zelfs dat ze in 1699 speciaal naar Suriname kwam om die van ons te bestuderen. Er wordt de tentoonstelling geopend over het werk van Maria Sibylla Merian. Maria Sibylla Merian die heeft geleefd van 1647 tot 1717, dus is 300 jaar geleden overleden. En rond 1700 was ze in Suriname om vlinders, rupsen en andere insecten te tekenen en te beschrijven. En daar heeft ze tekeningen van gemaakt en die zijn nu hier te zien. Maria Sibylla Merian, die naam komt niet heel bekend voor. Zij is heel bijzonder geweest in haar werk, maar heel veel mensen kennen haar niet. En ook in Suriname kennen we haar niet. Wereldwijd zijn er tentoonstellingen van haar, musea. Maar ze heeft hier gewoond, ze heeft baanbrekend werk gedaan voor Suriname, voor de Surinaamse flora en fauna. En we weten het niet. Dus de bedoeling van die expositie is dat kinderen hier, vooral kinderen komen, en dat die door middel van een speurtocht heel gericht gaan kijken naar die kunstwerken. En dan de diertjes gaan zoeken in het museum, dat ze echt gericht gaan kijken, ook met andere ogen naar kunst gaan kijken. Voor de kinderen is er een leuke activiteit georganiseerd. Zo leer je met veel plezier allemaal toffe dingen over vlinders en andere insecten. Ik was naar de vlinder. Ik ben naar die vlinders gegaan en ik vond het heel leuk. Vlinders kijken, dan kon je zien, er waren rupsen. Je kon die poppen ook zien die gelijmd waren. En ja, vlinders. Dan gingen we spelen. Ja. Zij kon schilderen. En ze heeft slangen geschilderd, vlinder, rupsen, poppen, maar geen schildpadden. Ik ben zo blij dat ik hier ben gegaan. Dat ik de vlinder wil zo aanraken. Het is ook zo groot. Het is zo mooi. De tentoonstelling is in ieder geval de komende 3 maanden nog te bewonderen. En dit was het voor deze aflevering. Fijn dat je hebt gekeken en een prettig weekend toegewenst. Goedenavond.